Iedereen vindt wat van de coronamaatregelen. Maar hoe denken wij er in Brabant over? Dat heeft de provincie onderzocht. Verslaggever Noël van Hooft zet de opmerkelijkste uitkomst op een rij. 2000 Brabanders hebben hun mening gegeven. De meerderheid van de ondervraagden geeft aan redelijk tot veel vertrouwen in het huidige pakket maatregelen te hebben. Maar 40% heeft weinig tot geen vertrouwen in het pakket. Ja, en hoe komt dat nou? Het advies om niet naar het buitenland te reizen, ja, die kan op de meeste steun rekenen. Het thuiswerken wordt ook als een hele goede maatregel gezien. En heel opvallend, de mondkapjesplicht wordt ook door een grote meerderheid goed bevonden. Het sluiten van de winkels en ook de horeca en het advies om maximaal 1 persoon buiten je eigen huishouden te ontvangen, die hebben het minste draagvlak. Maar als u het nu mag zeggen, welke maatregelen moeten dan meteen opgegeven worden? De avondklok en de winkels. Kijk maar eens in de stad, het is een beetje te treurig allemaal. Ja. Al die winkels die dicht zijn. Ja. Dat de restaurants dicht zijn, ja, ja, dat vind ik echt nergens op slaan. Nee? Ja. Nou, ik ben het misschien niet helemaal eens met de avondklok. Maar voor de rest vind ik, ja, 1,5 meter mondkapjes, dat soort dingen, ja, dat blijft wel nodig. En als we kunnen, wil de meerderheid van de Brabanders zich laten vaccineren. 10% geeft aan zeker niet gevaccineerd te willen worden. Maar aan de andere kant geeft 64% van de ondervraagden aan zeker wel die prik te willen halen. Wat u en heel veel andere kijkers zullen herkennen, die onzekerheid over wanneer die prik dan eindelijk gehaald kan worden. Zo is voor bijna 3/4 van de Brabanders nog niet duidelijk wanneer ze gevaccineerd gaan worden. 13% die weet het al wel.